Hallo jongens, dit is Pieter Oudendijk van Dutch Dutch en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe jullie films kunnen downloaden, muziek en misschien ook games als je het wilt. In principe kun je gewoon eigenlijk alles downloaden als je het wilt. Oké, eerst moeten jullie naar BitTorrent gaan. Ga naar Google en dan BitTorrent intikken. Klik op BitTorrent en dan klik hier op Free Download. Als het goed is, gaat hij nu downloaden. Ik download hem nu eventjes niet, omdat ik hem al heb geïnstalleerd en gedownload. Ik hoop dat jullie het wel weten hoe je het moet downloaden. Oké, dan ga nu naar de Pirate Bay. B.org. En tik een film in, of een liedje, wat je graag wilt. Ik ga voor een film. Laten we zeggen Undisputed. Hele slechte film trouwens, ik zou het niet aanraden. In Undisputed 2 is wel goed, maar in Undisputed 3 niet. Als je nu kan zien, staan hier seeders en leechers. Hoe meer seeders je hebt, hoe sneller de download gaat. En hoe meer leechers je gaat, hoe minder snel de download gaat. Dus ja, je kan al zien dat deze download sneller gaat als die. Oké. Om het meest aantal seeders te krijgen, moet je altijd hier op klikken als je iets zoekt. En nu staat er van hoog naar beneden, naar lager, staan er een aantal seeders. Nu zie je dat hier best wel veel seeders zijn en best wel weinig liedjes. Dus ik zou deze gaan downloaden. Klik nu download this torrent. En nu zie je dat hij door BitTorrent aan download is. Ik heb deze torrent al gedownload. En ja, het is eigenlijk gewoon voor proef. Klik je op yes. En als het goed is, gaat hij dan downloaden. Dit kan tot en met zoveel liedjes en seeders kan het ongeveer 5 uur duren en dan is het klaar. Als je hem eenmaal hebt gedownload, ga je naar Open Containing Folder. En je ziet hier dat je hem hebt. Bij sommige computers, zoals die van mij, kan je het niet zien. Zie je er geen beeld. Bij mij zag je het eerst ook niet. Als je dat hebt, moet je eerst naar Google toe gaan. En dan VLC Player. Je downloadt deze en je gebruikt deze software om de films te kunnen bekijken. Soms lukt het niet met Windows Media Player. Dus dan gebruik je VLC. Als je VLC hebt gedownload, ga je weer naar de film die je wilt kijken. Doe je rechter muisknop. En dan open. Open with. En dan klik je VLC Media Player. Dit moet je doen als je film niet werkt met Windows Media Player. Ja. Hopelijk snappen jullie alles en hoe je films moet downloaden. Mijn volgende filmpje gaat over hoe je games moet downloaden. In principe moet je dit helemaal kopiëren wat ik nu heb gedaan. Behalve, als je een game hebt gedownload, moet je nog wat installatie en cracks erin stoppen. Dit is meestal best wel lastig. Maar als je eenmaal het principe door hebt, lukt het wel. Tot de volgende keer.